Examentijd in de polyvalente zaal van de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Op zich niets bijzonders, al hebben ze er sinds kort een nieuwe toezichter bij. In dit nieuwe experiment houdt deze drone alle studenten in het oog. We hebben gemerkt dat tijdens het toezicht heel moeilijk is voor studenten om zich te concentreren, omdat docenten vaak rondlopen, eens hoesten, lawaai maken omdat ze hoge hakken dragen. Dus waren we op zoek naar een alternatief en de drone lijkt het perfecte alternatief hiervoor. Vroeger hielden zo'n 6 docenten de studenten in de gaten. Nu zou dit kunnen met 2. Terwijl 1 docent de drone bestuurt, kan een andere elke beweging volgen op een tablet. Toch heeft ook dit systeem nog enkele kinderziektes. We merken dat de drone op dit moment nog wel wat lawaai maakt en dat de koers die hij aflegt niet optimaal is. Maar daar werken we aan, we zitten in een testfase. Bij de Thomas More studenten zelf zijn de meningen verdeeld. Ik vind het wel goed, want ik ben wel voor innovatie. En ik vind het alvast beter dan die hakken die altijd door de gangen gaan. Ik doe normaal wel altijd oordoppen in, maar met zo'n drone, als dat zo overvliegt, dan is het bijna niet meer te doen om geen oordoppen in te doen. Dus ik was wel blij dat ik ze bij de hand had. Als de drone iets dichterbij kwam, dan was ik toch wel een beetje afgeleid, omdat die drone dan heel dicht... Het maakt wel veel lawaai en het leidt soms wel een beetje af, ja. Met de technologische ontwikkelingen van tegenwoordig denk ik wel dat de drone als examentoezicht toch wel de toekomst is. Of de drone ook echt kan leiden tot minder spiekgedrag, is nog niet geweten.